Hallo allemaal. Hier zijn we met beginnersles 8. En we gaan ook een fotomanipulatie doen, maar een wat simpeler. En daarmee gaan we werken met snelle selectie in foto filmpje A. En in filmpje B gaan we werken met snelle selectie en dan nog de randen verfijnen. En jullie zullen straks zelf zien wat ik bedoel. Zoals jullie net zien, zagen jullie beneden onderin mijn scherm hier in een zwarte balk Ctrl F9. Nou, zie je Ctrl F9, Ctrl F10, Ctrl F11 of Ctrl F12. Dat heeft niks met jullie bewerking te maken. Dat heeft te maken met mijn opnameapparatuur. Dat zijn mijn shortcuts naar mijn opname starten, stoppen, pauzeren of het filmpje vervolgen met opname. Dus als jullie die zien, hoeven jullie niet te zien. Maar bijvoorbeeld Ctrl-T, Ctrl-J, wat ik allemaal vaak gebruik, dat zien jullie er ook in. En dan weten jullie van, dat is de toetsencombinatie. Nou, we gaan dus dit creëren. Ik zal even mijn muis goed leggen. En hoe doen we dat? Nou, heel simpel. Ik ga deze niet opslaan. Ik ga naar bestand. Ik ga naar openen in camera RAW. Dat is een hele belangrijke in deze les. Openen in camera RAW. En ik zet de foto zet ik straks ook neer in mijn. Ik zal deze even terugzetten naar standaard. Ik zet straks ook mijn foto's. Zo was de foto. In een album, zodat jullie die gewoon van de Facebookpagina af kunnen halen. De foto is officieel zo. Ik had hem al bewerkt, maar. En nu gaan we de temperatuur terugbrengen naar min 67. Jullie zien, als ik bij 70 zit, komt er overbelichting in. Als je dat aan wil hebben, dan druk je op dit klikje. Dit blauwe driehoekje hier bovenin. Dan zien jullie, het is ook handig met fotobewerking in RAW. Als je die aanklikt, dan geeft hij al je overbelichte punten aan. Dus ik draai hem weer even terug. En als ik zo rond die 67 zit, heb ik niks meer erin zitten. Ik wil hem net niet erin hebben. Dan ga ik naar mijn belichting en die breng ik terug naar min 1,55 ongeveer. Zo. Nu zie je de foto al donkerder worden. Dat kun je ook zien in je histogram. Dit is de lichte kant, dit is de donkere kant en je vrienden, heel veel licht heb ik er al uitgehaald. Dan ga ik mijn contrast. Die ga ik opschroeven naar 39 ongeveer, 40, ergens in die buurt. De witte tonen, die breng ik 46 stappen ongeveer naar beneden. En de zwarte tinten, die breng ik naar 28 stappen naar beneden. En nu heb je toch een aardige nachtfoto gekregen. Als je het gedaan hebt, druk je op afbeelding openen. En je krijgt hier de foto. Ik zal de foto even vastzetten. Nou, nu gaan we hierbij een maan openen. En ik heb gekozen voor, ik heb drie maanden, die zet ik erin. Jullie kunnen straks zelf kiezen. Ik kies voor deze, de volle maan. Ik zet hem even aan de zijkant neer. Je kan hem ook hier neerzetten hoor. Maar je gaat naar het fotovak toe. Je pakt deze foto. Voor. Dus deze foto heb je voor staan en je pakt de foto hier van de maan en die sleep je nu in deze foto. Dat betekent dat deze foto nu een smart object is en dat je die kan vergroten en verkleinen zonder dat je pixels verliest. Voordat ik nu verder ga, ga ik eerst mijn blending mode hier, mijn overvloeimodus, die ga ik op bleken zetten. En dan neemt hij een beetje de achterkleur aan. Ik wil hem denk ik daar plaatsen, maar ik wil wel een beetje een mooie grote maan hebben. Nou, ik zet de maan hier neer. Ik druk op het groene vinkje. Nu zien jullie dat eigenlijk de maan voor mijn rot staat. Nou, dat gaan we nu oplossen. We selecteren deze laag. We zetten hier het oogje uit. En we gaan hier naar het snelle selectietool. Selecteer een niet te groot penseel. Ik denk dat ik hem op 25 pixels laat staan hier.
En ik selecteer hier ook de snelle selectie. Dan ga ik hier op de foto staan en ik ga heel langzaam zo langs die berg zo omhoog. Nu zien we wat er gebeurt. Kijk, hij maakt automatisch een selectie van die berg. En nu heeft hij eigenlijk de lucht van de berg geselecteerd. Nu ga ik terug naar deze laag toe. En ik druk hier op het laagmasker. En nu zien jullie dat ik hier een laagmasker heb gekregen van die berg. En nu zet ik het groene vinkje uit. Nou, nu heb ik daar de maan. Stel voor, ik wil de maan gaan verplaatsen. Dat kan. Kijk. Dat kan normaal wel, maar nu zit er een hapje in. Dan druk ik even op Ctrl-Z. Altijd als je een fout maakt, met Ctrl-Z kun je een stap terug. Maak je twee fouten op rij, druk je twee keer op Ctrl-Z. Maar ik wil alleen die maan selecteren. Dan haal ik hier dat slotje, dat gele laagje, dat gele koppelingetje ertussen uit. Als ik hem aanzet, zie je hier dat gele ding. En nu zet ik hem uit. Als ik nu de foto oppak, zit ik even in de verkeerde laag, Ctrl-Z. Ik moet wel dan weer terug naar de maan, dus dubbelklik ik op de maan. En nu kan ik de maan helemaal verplaatsen waar ik hem maar wil. Als ik hem hier neer wil zetten, op daar neer wil zetten. Ik kan hem nog vergroten, verkleinen. Nou kan het wezen dat je hier tussen een beetje een raar verloop krijgt. Ik heb er toevallig wat minder last van. Maar dan ga je naar je laagmasker. Je hebt de voorgrondkleur op zwart staan. Je pakt een penseel. Die mag best wel een beetje groot zijn. Je neemt een penseel met een zachte rand. En je gaat hier op een niet te hoge dekking. Ik denk als ik hem op 60 zet dat ik er mooi uitkom. Ga je hier zo even langs de randen. Dat doe je hier boven ook even zo. En hier. Dan ga je er twee keer overheen. Dan wordt het nog wat donkerder. Dus daar kun je ook nog een beetje mee spelen. Ik ga hem heel even pauzeren nu. Dus jullie zien nu Ctrl F11 verschijnen. Maar dat heeft niks met jullie te maken. En nu zien jullie Ctrl F12. Dat betekent dat ik weer verder ga met mijn filmpje. Ik moest even iets pakken. Zo, gaan we verder. We gaan naar openen toe. En ik heb hier een PNG'tje. Die zet ik er ook in. En dat zijn fotootjes van vogeltjes. Ik ga terug naar deze foto. Ik ga naar mijn fotopak toe. En ik pak die PNG op. En die zet ik hierin. Ik ga hem iets vergroten. En het is hartstikke leuk om natuurlijk een paar van die vogeltjes voor de maan neer te zetten. Hè? Misschien ietsje opschuiven zodat je er een paar voor de maan. Net dat ze voorbij de maan vliegen. Mogelijk iets groter. En ik druk op het groene vinkje. Nou, als jullie nu kijken, ik vind het eigenlijk niet zo heel mooi. Nou, dit gaan we nog even aanpassen. We pakken deze laag op en die zetten we even helemaal bovenaan neer. Dus ik heb nu mijn achtergrond, ik heb de maanfoto met het laagmasker en dan heb ik die vogeltjes heb ik nu even bovenaan gezet. Nu ga ik naar laag, nieuwe aanpassingslaag en ik ga naar niveaus. Dan krijg ik deze balk. Nou is het heel belangrijk dat je dit vinkje aanzet en je drukt op OK. Dan krijg je dit scherm te zien. Ik zal het hier ook even laten zien. Deze laag die ik nu ga aanpassen, dus die aanpassingslaag, dat is deze. Dus dit vakje wat je hier ziet is deze laag. Heeft alleen maar toepassing op deze laag. Dat betekent dus dat ik alleen maar bezig ben met de vogeltjes. Nou, het is heel simpel. We pakken het witte schuifje aan de rechterkant hier. En die schuiven we naar binnen. En jullie zien, dan worden ze wit. Dat willen we niet. Dus we zetten die weer terug. We pakken nu het zwarte schuifje. Kijk. En nu krijg je zwarte vogeltjes in een avondlucht. Dus ik denk dat ik hem zo rond de 100 laat zitten.
Dat is qua wind, druk je op het kruisje. Nou, als je dat klaar hebt, dan kun je de bestand opslaan. En ik sla hem op als een JPG bestand. En dan noem ik deze even berg met maan. Ik zeg op opslaan. En dan moet ik hem iets verkleinen, want ik mag niet boven de. Normaal zet ik alles op groot formaat, maar ik mag bij YouTube niet groter dan 2 MB uploaden. En ik druk op oké. Okay. Nou, dit was les 1. Dan gaan we nu aan onze tweede manier van bewerken beginnen. We gaan deze even sluiten. Ik ga weer naar bestand, open in Camera Raw. En ik pak die Lighthouse. Ik zal hem even terugzetten naar standaard. Ik heb natuurlijk al mijn lopen slepen. Dit is de originele foto, dus die gaan we weer terugschroeven. Tot je dat rood ziet en dan ga je ietsje terug. Ik wil eigenlijk geen rode puntjes meer zien. Nu is hij klaar. Dus ik heb min 42. En die rode puntjes krijg je door deze aan te zetten, dit driehoekje. Dan ga ik naar mijn belichting en die ga ik helemaal naar beneden schroeven. Ik denk wel rond de 240 mag deze wel hebben. Mijn contrast schroef ik omhoog. 45. Zelfs in die buurt. En ik ga mijn zwitte tinten naar beneden brengen. Rond de 50 en mijn zwarte tinten rond de 30, denk ik. Als ik dat gedaan heb, druk ik op afbeelding openen. Ik zet mijn foto even vast in de bovenhand. Dit is mijn foto waar ik mee ga werken. Nu zien jullie al, als ik straks hier die selectie ga maken, dat kan niet zo heel mooi langs die grasprietjes. Nou, daar gaan we dus nu een oplossing voor maken. En ik zie je laten zien hoe we dat gaan doen. Als eerste gaan we weer naar openen toe en we pakken een andere maan. Ik vind deze wel mooi. Die zet ik hier even naast. Ik pak mijn fotovak op. Ik pak de eerste foto voor, dus de foto van de vuurtoren. En ik sleep deze foto erin. Ga ik hem iets verkleinen. En ik ga hem een beetje neerzetten. En ik pak hier weer overvloeimodus naar bleken. En daar is hij al. Nou, ik druk op het groene vinkje. We zetten de bovenste laag weer uit. We selecteren de onderste laag. En we gaan hier weer naar het selectietools. En ik doe het nu met de magnetische lasso. Die vind ik meteen iets makkelijker. Ik ga hier gewoon wat puntjes inzetten. En maak je niet zo druk als het niet helemaal netjes langs die grassprietjes loopt. Kom hier bij de vuurtoren aan. En dan ga je heel netjes zo een beetje langs die vuurtoren. Het lijkt het niet heel erg nauw. Mochten er wat foutjes in zitten, gaan we dat straks nog corrigeren. Pak hem hier op de rand. En ik klik hem eigenlijk gewoon even lekker door op de rand. Ik zie dat het niet in één keer gaat. Ik dacht dat dat wel zou lukken, maar gewoon lekker op die rand blijven klikken. Hou hem maar een beetje aan de buitenkant van je foto. Tot je weer op het beginpunt komt. Dan klik je even een pijltje op. Nu zien jullie deze selectie komen. Dat is helemaal perfect. Ik ga weer terug naar mijn snelle selectie. En ik ga hier naar randen verfijnen. En ik selecteer deze even op overlay.
We doen hier helemaal niks mee. Het enige wat wij doen is ons penseel iets verkleinen. Dat doe je met het linker rechter haakje. En je gaat hier langs die rand van het gras. En dat doe je hier ook. En hier ook bij die vuurtoren. Als ik nu even laat zien wat er gebeurd is, als ik hem even op wit zet. Dan zien jullie nu in één keer alles erin komen. We maken hem iets kleiner, dat doe je hiermee met het schuifje. We gaan hier ook even door de vuurtoren heen. Nu zal ik laten zien wat er gebeurd is als ik de foto helemaal op overlay zet. Dan zien jullie hier echt wel dat gras, de vuurtoren zit er nu goed in. Nou, dan kun je hem nog zien op zwart-wit. Nu zien jullie eigenlijk hier al, die vuurtoren zit er mooi in. En het gras zit er mooi in. Als je dit gedaan hebt, druk ik op OK. En jullie zien nu eigenlijk wat er gebeurd is. Je ziet hier al die, ja, niet alle grassprietjes zijn meegenomen, maar de meeste zijn meegenomen. Als ik dat gedaan heb, klik ik weer op mijn bovenste foto. En ik druk weer op het laagmasker. Nu is het laagmasker wat we net gecreëerd hebben met al die puntjes, die staat nu hier. Als ik nu deze aanzet, heb ik mijn maan er weer in zitten. En als ik dat vinkje ertussen uitzet. Dan kan ik weer, oh, dan moet ik wel naar mijn verplaatsingsgereedschap toe. En ik zit nu op de verkeerde laag. Ik zit nu op de vuurtoren. Of het laagmasker. Even Ctrl-Z. Ctrl-Z. Ja. Dus we gaan nu even deze weghalen. We pakken deze laag aan. Ik pak mijn verplaatsingsgereedschap en nu kan ik de maan eigenlijk neer gaan zetten waar ik hem zou willen. Wil ik hem hier in de hoek hebben? Wil ik hem achter de vuurtoren hebben? Maar ik vind hem hier wel mooi nu. Nou, dan zou je eventueel die vogeltjes nog hier kunnen plaatsen als je dat zou willen. Dus dan ga je weer naar openen toe. Je pakt het PNG'tje van de vogeltjes toe. Erbij. Ik ga weer naar deze foto. Ik pak mijn fotovak. Ik sleep deze PNG erin. Ik ga hem iets verplaatsen. Ik kan hem nog zelfs een beetje draaien. Ik kan hem nog wat groter maken. En druk je op het groene vinkje. Dan zetten we deze laag weer even naar boven toe. We gaan naar laag, nieuwe aanpassingslaag, niveaus. Dit vinkje weer aanzetten. Je drukt op OK en we gaan aan de linkerkant weer schuiven tot ze mooi zwart zijn. En je drukt op het kruisje. Nou, als je dan zegt van jongens, ik vind het eigenlijk een beetje te veel die vogeltjes, pak je het gummetje. Je maakt het iets groter met het rechterhaakje. En ook wel in de goede lagen staan, in deze lagen staan. En je haalt gewoon een paar vogeltjes weg die je niet mooi vindt. En zo heb je al twee bewerkingen. Dus één met een redelijk strakke leiding hier. En hier heb ik expres het gras gekozen en dan zie je dus ook hoe mooi je dat erin kan krijgen. Nou, heel veel succes ermee en tot de volgende keer. De foto's komen in het album te staan. Beginnersles 8, foto manipulatie. Heel veel succes.